Tire Related V wordt mede mogelijk gemaakt door Minnaert Management en Advies BV. Ter Lenen neemt het op tegen de hekkensluiter Alphense Boys. Vorige week won Ter Lenen met 2-0 van ARC en ook Alphen wist te winnen. Ze wonnen met 0-1 van Zwift. Zo komen de Alphenaren nu in totaal op slechts 7 punten en Ter Lenen heeft er 25. Dus alleen al vanwege het puntenaantal zou Ter Lenen moeten winnen. De minuut stilte was voor Aad Floor, die zich jarenlang heeft ingezet voor onder andere de jeugd van Ter Lenen en het eerste elftal. Van Rees pikt hier de bal op. Mokanda, en die kan gaan uithalen. En de eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor de Alphense Boys. Alessandro Kwant, die erin staat voor de gepasseerde Prins. Die ook heeft aangegeven Ter Lenen na het seizoen te verlaten. Hier met een lange bal op de kruis. De kruis doet dit handig. En dan gaat hij naar Fermina. Die kan uithalen en dan is het 1-0. Ter Lenen staat met 1-0 voor. Carlito Fermina. Arroyo. Dit is een goede bal, zeg, op de kruis. Fermina voor de goal. En ik kan gaan binnentikken, maar dan niet. En dan Waaier met de goal. Het overstapje is dan van Fermina. Of het nou bedoeld is of niet. Ter Lenen staat met 2-0 voor. Dit gaat wel erg snel voor Ter Lenen. Dit is prima onderschept van Abink. Abink gaat door. Abink zelf dan maar. Abink schieten. En een goede redding van Kwant. Arroyo met nog maar zo'n lange bal. En dan staat hij de kruis 1-1 met de keeper. En dan is het een eigen goal van niemand anders dan Abink. Die net de aansluitingstreffer op zijn voet had, maar nu in eigen goal prikt. De kruis heeft hier heel veel ruimte. Dan is Fermina voor de goal. Fermina! Oh, die moet er wel in van Fermina. Grote kans voor Ter Lenen. En met name voor Fermina natuurlijk. Arroyo. Weer met de balletje op Fermina. Fermina! Goed wegkappen en goal! 4-0! 4-0 Ter Lenen. En dit is ook wel mooi. Voertuig die hier kinderlijk eenvoudig wordt uitgekapt als keeper. En dan kan Fermina gewoon binnenschieten natuurlijk. Hoekstra kapt hier even Verzaal uit. En hij staat achterin de kruis en binnenschieten natuurlijk. Mark de Kruis met 5-0. Zo gaat het allemaal wel weer snel voor Ter Lenen. En er is ook nog een gele kaart gegeven aan de speler voor Alphense Boys. Maar ja, het is toch echt Alphense Boys die bij zichzelf te raden moet gaan. Want ja, het gaat gewoon veel te makkelijk. Ze kunnen geen tegenstand bieden. Ter Lenen kan niet door. En dan staan er een aantal mannen randje buitenspel, maar Fermina is weg. En links staat de kruis. De kruis. Tja, Mark de Kruis met de misser van de eeuw. Bizar. Van Kempen. Met een prima bal op de net ingevallen minnaar, dus die is nog fris. Die heeft nog snelheid. En dan valt de bal hier voor Luc de Kruis en op de lat geschoten. Dan nog spectaculaire omhaal, maar
Luc de Kruis die mist ook, net zoals zijn broer. Het is de gebroeders de Kruis niet gegund. Arroyo weer met de bekende bal op Firmina. Firmina voor de hat-trick. Firmina met zijn hat-trick. En dan is het meteen afgelopen. Terlede wint met 6-0 van Alphense Boys. Ja, Carlito, man van de wedstrijd en een hat-trick. Dit kon niet beter. Ja, klopt. Ik denk dat we als teamzijde gewoon heel hard hebben gewerkt. En ja, het is ook mooi uitgepakt voor mij, 3 goals. Dus ja, het werd tijd. Ja. Werd tijd, zeg je. Ja. Wat opviel was dat jullie hoog druk zetten. Was je niet op een gegeven moment helemaal kapot? Ja, klopt. Ik werd wel erg moe. Alleen ja, het is doorgaan en je moet voorbij je dode punten heen gaan. En dat heb ik gedaan. Heb ik ook nog in de laatste minuut mijn 3e goal gemaakt. Dus ja, het is gewoon altijd door blijven gaan, weet je. Ja, wat ook opviel was dat jullie voornamelijk heel veel vanuit achteruit de lange bal gaven. Is dat iets waar jullie op hebben getraind de afgelopen week? Eigenlijk wel. Ik denk dat de ruimtes achter bij Alphense Boys waren heel groot. En we hebben gewoon snelle jongens voorin met een Mark. Ik ben ook wel redelijk snel. En opkomende Dirk. Dus ik denk dat dit wel onze plan was. En het heeft ook goed uitgepakt. Ja, want jullie hebben dat helemaal afgestemd op de tegenstander. Ja, klopt. We weten dat ze wat hoger wilden staan. Dus dat betekent dat er ruimtes erachter komen. En ik denk, voor ons is dat wel heerlijk als wij zulke snelle spelers hebben. Ja, dan zijn we gewoon heel gevaarlijk, hè. En dan wil ik nog even terugkijken op de 4-0. Ten eerste, je kapt iemand fantastisch goed uit. En daarna scoor je. En wat doe je daarna? Ja, ik deed een salto, een ratslag salto-achtig iets. Ik kwam goed neer, dus prima.